Bij de wijnspijscombinaties leveren kaas en wijn nogal wat vragen op. Moet je nou per se port of rode wijn bij kaas drinken? Dat is nu eens een materie waar Peter Klossen voor heeft doorgeleerd. Kaas en wijn, dat is natuurlijk zo'n combinatie die tot de verbeelding spreekt. Er zijn heel veel mensen die meteen denken, oh, kaas en wijn passen bij elkaar. En als we kaas bij wijn combineren, dan kiezen we voor rode wijn. Maar ja, het is wel eens anders. Heel veel rode wijnen passen niet zo goed bij kaas. Er wordt over kaas heel veel, laten we zeggen, algemeenheden verkondigd. En heel veel van die algemeenheden, één daarvan is natuurlijk rode wijn bij kaas. Maar heel veel andere, die kloppen ook niet. En dus wat dat betreft is het goed om eens een keer een sessie te doen. Om verschillende kazen naast elkaar met een aantal wijnen te proeven. Om te kijken wat nou de dingen zijn die wel werken. En waar komen we dan achter? Nou, als je al rode wijn wil hebben, dan moet dat dus helemaal niet het krachtige topwijntype zijn met veel tannine. Nee, dan moet je juist een beetje een rond type hebben, een gemakkelijk type hebben. Niet met te veel zuur, niet met te veel tannines. Witte wijn bij kaas kan veel beter dan rode. En als je een witte wijn wil hebben, dan zou je bij een chardonnay, een beetje een gemakkelijke chardonnay, zou je een hele algemeen passende wijn kunnen hebben. Heel interessant is om buiten de stille wijn naar andere types te kijken. En dan bedoel ik juist niet port, want dat is weer zo'n algemeenheid die we misschien liever niet willen. Port is te rijk, te zwaar, te groot. Duwt heel veel kaas helemaal naar de achtergrond, wil je liever niet. Maar luister naar lichter alcohol. Kijk eens naar champagnes, naar mousserende wijnen. Bier of poiré, dus een soort cider, maar dan van peer gemaakt. Wijntypes die veel lichter in alcohol zijn, door hun koolzuur gemakkelijk met kazen, de vettigheid van kaas omgaan, ook de romigheid van kaas makkelijk doorbreken en dan eigenlijk heel plezierig zijn. En dan in een menucombinatie, als je dus eindigt met een wijn, poiré is dan geen wijn, maar laten we zeggen een drank van 4%, dat is natuurlijk heel wat anders dan een port of een andere van 20%. Dus ik denk dat het ook in de gastronomie en in menus echt een functie heeft om te eindigen met een drank die veel lichter in alcohol is. En ja, die zijn er echt. Bier is dat, poiré is dat. En eigenlijk mousserend champagne is dat ook. Heel lekker.